lang, zo'n dag. Altijd trek. Ik zeker. Oh, de handschoenen van Om Johnny. Prachtig, al die persoonlijke dingen op die kist. Dat kettingje wat er ook aan hangt. Die gaat van de meiden waar hij les aan gaf. Die bokshandschoen met het hartje erin. Heb je die ketting gezien? Hoe mooi. Dat heb ik gedaan. Prachtig. Jij hebt opgehangen, hè? Ziet er echt mooi uit, hoor. Mama, film dit. Wat ik nu ga doen. Hij wilde niks zeggen, maar hij wilde wel assistent zijn voor dingen aangeven, neerleggen. Ik snap het ook. Hij wil heel graag helpen, maar hij denkt ook, oh, de mensen kijken straks naar me. Heel spannend. Dat heb ik ook een beetje. We gaan allemaal wat voordragen. Maar er is zoveel beladen. Het is altijd heel zwaar en zo, weet je. Je wil iets moois vertellen, maar er is veel snot tussendoor ook. Lieve aanwezigen, mijn naam is Perla Manicouti van coöperatie Dela en ik heb familie Velter in de afgelopen dagen mogen begeleiden in aanloop naar deze dag. En dan wil ik nu heel graag het woord geven aan Johnny's lieve zus, zijn steun en toeverlaat, rots in de branding, Henna Velter. Onze gezin bestond uit 1 meisje en 5 jongens, waarvan nu helaas 2 jongens. Inclusief Johnny, omhoog zijn gegaan, zoals Frenkie Dien dat noemt. We zijn allemaal geboren en getogen in Suriname. We hadden het niet breed in Suriname. Onze moeder was moeder en vader tegelijk. En ondanks dat ze keihard moest werken om de eindjes aan elkaar te knopen, mag ik zeggen dat we een gelukkige jeugd hebben gehad in Suriname. Johnny was een harde werker, doelgericht en een doorzetter. En dat is toch... Het is zo gebleven tot aan zijn laatste moment. Johnny Wakaboeng en Itwa Aitapunu. Zo lobby. Als het om eten gaat, zal oom Johnny altijd dicht in de buurt blijven. Ja, om te kijken als alles goed gaat. Want deze lieve man heeft, ik weet niet, ik denk een lintworm. Hij eet zoveel. Hij eet het eten van je bord af als je niet oplet. Hij lacht erom, maar het is best wel heftig dit. Is ook waar. Oom Johnny, je was van plan om weg te gaan. Geloof maar gewoon 1 stuk door. Is beter. Neem afscheid van het vlees. Nee, hoeft niks. Nee. Mijn vader is overleden. En ik kan het nog steeds moeilijk beseffen. Als ik in de sportschool langskwam om een les te doen, dan gingen we iedereen, maar dan ook echt iedereen langs om te vertellen dat ik zijn dochter was. Hij gaf hele zware, maar heerlijke lessen. Ik zag iedereen genieten en de band die hij had gecreëerd met zijn leerlingen en de hele sportschool vond ik zo mooi om te zien en maakte me trots. Als we ergens gingen eten, moest ik het eerst voorproeven of het niet te pittig was. Want hij kon echt niet tegen peper en dan begon hij super erg te zweten. Hij hield altijd hoop en bleef in de toekomst praten. En ik hoop echt dat u daarboven de rust heeft gevonden. En ik weet dat u daarboven nu denkt, shit, het is me niet gelukt. Maar dit was geen eerlijke strijd. En ondanks dat u de strijd heeft verloren, bent u wel mijn winnaar. Het liefst Jasmine. Orga is iemand die iets heel goed georganiseerd heeft. Dat is Orga en dat is mijn zus. Heerlijk hoor, rest. Proost. Ja, cheers. Op meer dagen zonder familie. Om Johnny, ik mis u. Heel veel. Maar je bent er gewoon niet meer.
En wat realiseer ik me nu? Als ik kijk naar die foto's die allemaal voorbij komen, zijn allemaal herinneringen. Ik weet nog dat wij vorig jaar op vakantie waren in Portugal. Dat was een vakantie zonder oom Johnny. Dat was het moment dat mijn moeder ons vertelde dat ze een telefoontje van oom Johnny had gekregen en dat hij ziek was. En ik dacht van, ziek? Weet je, wat dan? Ja, weten we nog niet precies, maar we moeten verder onderzoeken. En ik dacht, oké, komt wel goed. En dat was het. En een jaar later staan we hier. Ik heb lange tijd zitten nadenken over wat ik vandaag wil gaan zeggen. Nagedacht over de mooie herinneringen die wij met elkaar hebben gehad. Nagedacht over de dingen die u volgens mij maakte tot de persoon die u was. Nagedacht over de periode waarin wij wisten dat u ernstig ziek was. En ik heb nagedacht over de periode waarin u die knop omzette en beide handschoenen oppakte voor het gevecht van uw leven. Niet opgeven en nooit toegeven. Het was echt bizar. Het was gewoon zo'n slecht nieuwsgesprek. En Johnny was alleen maar, oké, door, morgen weer. Wat staat er morgen op de planning? En dat was ook wel iets waar ik heel veel bewondering voor had. En dat ik ook soms tegen aan hem vroeg van, oom Johnny, heeft hij wel gehoord wat ze zeiden? En dan zie je hem gewoon voor je staan, alsof hij gewoon ook in die gym staat. Want zo staat hij ook in die gym tegenover je. Daarom ging ik ook nooit meer bij hem trainen. Het was mijn oom, maar het was vervelend. Dan zat je weer in zo'n hoogtekamer. En dan had hij bedacht dat ik dan 20 keer het moest doen. En het was wel genoeg. Ik ben moe kapot. Nee, ga door. Ja, dat was gewoon. En dat was dus een paar keer maar. En voor de rest niet. Dus ik vind ook best wel verbaasd dat er zoveel mensen bleven terugkomen. Maar, ja. Ik ga echt heel veel moeite doen om nooit te vergeten. Want dat is echt niet wat ik wil. En ik ben trots dat ik u mijn oom mag noemen. U bent nu met oom Roy daarboven. Ooit zullen we elkaar weer zien. Vaarwel, oom Johnny. Rustig. Oom Johnny, de lieve man die hij is, vreselijk op zijn eten is. We gaan even kijken naar zijn bord, die hij voor zichzelf heeft opgeschept. Nee, dat doen we niet. Dat ga ik nu laten zien. Nou, dat dacht ik niet. Dat dacht ik wel. Ja. Niet ervoor gaan staan, oom Johnny. Niet handen ervoor. Aan de kant. Dit is... Wat? Ik denk dat dit het meest ongelukkige moment is om een liedje te gaan zingen. Met zoveel snot. Maar voor u, oom Johnny, wil ik het graag proberen. Fly, fly, Johnny's wings. Fly where only angels sing. Fly away, the time is right. Go now, find the light. Ik hou van u, oom Johnny. Ik neem jullie gedachten even naar de uitkijktoren van de hemel mee. We moeten met de trap, want Hannah vindt liften niet oké. Daar zit Johnny met Roy op een bank, allebei met een biertje. Want wat ze ook zeggen, de hemel heeft drank. Op jullie mijn dierbaren en ze houden hun biertje omhoog. Een traan over de wang, want ze houden het beide niet droog. Johnny, je hebt gevochten, de passie zat erin. Het was het einde, maar ergens is het ook weer een begin. Rust zacht, sterkte voor jullie allemaal. Ik ben jong en ik praat hier en daar aan de bar met een dame. En Johnny had die dame een lief beloofd naar huis. Ik was met de auto, Johnny met de fiets. En op een gegeven moment, ik zei tegen Johnny, hoe ga je naar huis brengen dan? Ja, gewoon met de fiets. Dus op een gegeven moment liepen ze om bij de Keizersgracht. Ik achter me aan loop, want ik wil natuurlijk vanaf zo kijken wat er ging gebeuren. En zij loopt een paar maanden achter Johnny aan met het idee van, er staat de auto. Dus op een gegeven moment Johnny loopt naar de boom, pakt zijn vlietsuiker. En die dame kijkt zo aan, die zegt, waar is je auto dan? Ben je met de auto, ik ben met de fiets. Nee, dat meen je niet. Ja, dat meen je wel. En die dame die draait zich om, die loopt weg. En Johnny en ik gingen helemaal plat. Zo vaak als ik je zat was, zoveel heb ik ook van je gehouden. Altijd blijven doorzetten en dat tot op het laatste moment. Lieve Johnny, volgens mij heb je nooit echt beseft hoeveel mensen je raakte en de intensiteit daarvan. Maar tegelijkertijd zie je dat je ook. Zo puur als jij was, is buitengewoon. Bedankt voor de 10 jaar vriendschap. Ondanks dat je heen bent gegaan, zullen de herinneringen voortleven. Dankjewel.
voorstel heb weer eentje hoor. Hij denkt dat hij alles weet. Nou, oom Johnny, lekker begin. Dankjewel. Oké, ik heb gewoon eentje en het is toevallig dat het hier ligt hoor. I am the soft stars that shine at night. Do not stand at my grave and cry. I am not there. I did not die. Rustig, Johnny. Johnny heb ik leren kennen eind jaren 90. En het eerste gesprek was gelijk een dikke klik. We waren gelijk, ik had een broer erbij. Op een gegeven moment heb ik besloten om met hem alleen privé te gaan leven. Dat was de beste keus ooit heb kunnen maken. Ik heb persoonlijk als trainer, als mens, mentor, pusher. Wauw. Eén ding heb ik geleerd bij Johnny. Ga nooit ongetraind bij hem. Daar heb ik iets gevonden dat precies bij hem past. Geldt voor het allemaal. Dat is voor mij mijn mantra nu. Be yourself. Be your own feelings. Be wild. Be young. Be free forever. Be fresh and beautiful. Be sweet and sensual. Be your dreams. Just be you. Amen. We zingen samen het eerste lied. Hemel condre, sviti presi, ma afara ve. Hemel condre, sviti presi, ma afara ve. Hemel condre. Hey, ma condre, sviti presi. We zijn nu op het moment aangekomen waar we Johnny's lievelingsactiviteit gaan ondernemen samen. We gaan samen eten. We hopen dat hij met een mooie reis naar boven gaat, met veel eten, daar hield hij van. Geen sambal, dat zou er niet blij van worden. Wel veel koude biertjes. Dat hij heel veel mag eten daar. Mag Surinaams mag eten, maar daar had hij nog zo'n trek in. Hier heb je het, geniet ervan. Wij zullen met je eten, om je heen zijn. Met jou zijn. En nog heel veel aan jou denken. En dan zeggen we, Heere, zegen deze spijzen. Dranken, amen. Die gaan we kijken. Ja. Mayo erbij. Ondertiteling? Ondertiteling? Was het op nummer 1, dan krijg je meer geld. Tussen Novi. Dag, dag. Dag. Hou van jou. Kijkertjes. Kijk hè. Mama zit in Fuck de Liefde 2 ook nog. Oh, bedankt voor de promo. Ja, wij stonden op
De lieve één. Ja, ook. Dank je. Die had ik ook gekeken. Maar wij kijken nu naast voor 12 jaar, maar oké. Okay. We doen even net alsof je... 12 bent. Precies. Omdat ik 99 ben. Ik weet niet, maar er gebeuren veel handsigns en oogknippen en... Knipperen, drinken. 99. Nee. Dat was zo'n rondruk niet eens gebeuren. Ze hebben wel de grootste vaten van mijn leven, zijn geweest ook. Inderdaad. Frank, mama met Joepat, hè? Ja. Jongen, jongen, jongen. Is Joepat toch wel welkom hier in huis? Hè, Frank? Ja, echt, hè? Oh. Jongens, het is 9:00. Ik kan niet meer. Leslie zat ook al in de douche. Het was zo'n lange dag. Een mooie dag. Maar het zuigt energie. Je bent zo opgeladen op het moment. Ja, verdriet. Het kost veel energie, man. Maar wat een geweldige, mooie dag. Goede sprekers, mooie herinneringen, leuke anekdotes. Wat een opkomst, wat een mensen. Mooi om te zien. Zo zei hij inderdaad, ja nee. Ik ken die, het is vrienden van me. Dat weet je nou wel zeggen met je vrienden, man. Als je iemand één keer hebt gezien, dan zit het meteen je billenmaat. Maar hij had echt billenmaten. Oh, je hebt toch van die mensen die dingetjes in hun neus zo doen, dat hun neus gaat verder overstaan. Die zou ik zo graag doen. Ik heb zo vaak één kant altijd verstopt. Zo zet mijn neus ook een beetje. Altijd één kant verstopt. En nu het aan de hand is, ik heb er nooit gevochten of gebokst. Ik denk gewoon, als kind. Ik was altijd een buikslaper, maar normaal leg je hoofd dan naar de zijkant. Maar ik denk dat ik dit heb gedaan of zo. Het is gewoon helemaal zo gegroeid. Vreselijk irritant. Maar ja, het zijn de kleine dingen. Count the blessings, people. Want je weet niet tot wanneer je dat mag blijven doen. Nee, maar het viel doe dan nog mee. Doe dat normaal. Hoe jij er zat zei, een vliegje. Er zat een vliegje bij de taartjes. Ja. Jacinta de laatste dag. We weten niet zeker. Jacinta weet het niet zeker. Ik en Sanne, we zaten dicht op. Of dat vliegje er al in zat. Ik zit elke keer met een happen. Zo met mijn tong zo. Nou, doe nou. Voel ik een vlieg of niet? Jij hebt net al een. Ja, jij hebt net al die haar zo heel vies. Stan zat zo'n hapje in. Ik deed die clownstruc dat je zo. Ja, oh, maar heel vies. Ja, maar je. Gaat wel over je nek bijna. Ja, dat gaat niet goed. Nee, niemand echt. Ik zeg, oh, lekker een haar ook op die lange snee. Nu, ik moet je eerlijk zeggen. Je kan het niet mooi eten, hè? Ik zie je al echt zo. Hoe ga ik dit doen? Gewoon murderen. Stan, dit is wel de beste situatie waar je haar in je eten kan hebben. Want je zou het me net hebben in een. Vieze shawarma tent of zo. Ja. Nou, waarom? Trouwens, oh, ja. Want je vindt het wel lekker op je bij je zalm. Nee, maar hier ken je nog de mensen. En ik denk, nou, ik schat jullie wel iets schoner dan... Ja. Mensen bij shawarma tent? Ja. Nee. Hallo. Ja, hallo. Ja, ik zat even midden in een talkshow. Ja, dat snap ik. Waar moet ik in nou precies? Ik leid je zo leuk langs, maar hoe kom ik nou aan de achterkant van dat theaterman? Nou, je rijdt er voorbij, dan ga je rechts, net voor het water rechts. Dan ga je weer eerst rechts en dan rij je eigenlijk zo ver door totdat je bij een parkeerplaatsje bent. En dan ga je op dat parkeerplaats dus ook weer rechts. Ja, maar wacht even, ik passeer het aan mijn linkerhand, hè? Dus jij zegt nu rechts, maar ik heb het hele water niet gezien. Ja, aan je linkerhand, hoe rij jij, joh? Voor het water, ja, we zijn er. Mooie stad zo, mooi. Gezellig stadje, wel mooi, sorry, Vlaardingsvolk. Ik vind het een leuk stadje om te zien. Allemaal mooie bomen. Oh, kijk nou! Een ooievaar! Oh, jezus! Oh, nou, dat krijgen jullie... Oh, jeetje, dat zagen jullie niet natuurlijk. Sorry, we moeten niet... Ik mag hier niet in, maar ik ga wel. Ik zag gewoon ooievaar, hè? Oh, dat zie je helemaal niet vaak in je leven. Oh, oh, bobbly bobbly. En dan meteen weer rechts. En een parkeerterreintje. En dan ben je er. Is dat dit? Ik ben bij een Lidl. Ik zie hier wel een leuk hek. Ik zie hier iets. Is dit het? Eigen terrein. Dit ziet... Nee. Echt het schijt. Oh, begon zo leuk. Ja, iedere keer wanneer je een ooievaar ziet, is niet vaak in je leven. Ik weet niet, ik zie ze nooit. Bij ons is het niet van, oh ja, hier hele trossen. Nooit. Dus als je er eentje ziet, ben je echt, wow! Zal die net een baby hebben gedropt? Hij had namelijk geen zakje met bagage in zijn snavel. Toch, hè? Dat is wat ze doen. Bring in the babies! Smekt het?
even wat wasabi. Wat een waterige wasabi. Mm. Toch? Of hoort het zo? En hebben we al die tijd uitgedroogde wasabi gekregen? Ja, wie zal het zeggen? Jij bent in Japan, zie ik ook niet. Water loopt me wel in het mondje, moet ik zeggen. Wat begin ik? Waar begin ik bij? Zijn het nou chunks of kip wat eruit komt aan de bovenkant? Kip. Kip toch? Mm. Een hele hompe kip, man. Ik ga nou eten. Je hebt gelijk. Het is laat al, hè? Het is nu 7:10, is 8:00 op. Tom, zie je dat wel eens, toch? Als je een voorstel kijkt van een comedian die er met de consumptie praat, denk je echt, oh, dat wil je niet dat het op je komt. Oh. Of je denkt dan wel, yes, never washing that part of my face again. Toch? Ja, ik zou het sowieso wassen, want ik vind het goor. Ja? Ja, tuurlijk. Ook als je niet vette fan bent van iemand, dan zou je het ook wassen? Ja. Van wie ben jij vet fan, by the way? Nou, Nienke Plas. Zou ik heel tof vinden om een keer met haar... Kom. Sappen uit te wissen. Ja. Ja, ik wil best hier even een paar keer op kou en dan aan jou geven. Schat, dat is vies, hè? Ja! Ik ben mijn statief ergens... Dit is net misschien een zeepje nog onder. Nee, nee. Pakje servetjes, tissues, stukje muur. Ha! Het werkt! Ik weet niet waar dat ding is, dat statief. Ik loop natuurlijk te klagen dat het niet werkt met die auto van mij. En misschien denkt hij daarom ook. Tjalaas, ik word niet geaccepteerd hier. Bye. Bish. Nee, dan toch lekker niet. Zoek een ander dan. Dus misschien krijg je dat. Ik wil even iets bespreken over uitstelgedrag. Ik heb zeker 1,5 maand een nieuw toestel. Zeker 1,5 maand. Ik heb zelfs een hoesje klaargelegd voor mezelf. Van, het kan. En ik heb nog steeds een oud mobieltje hier. Wat ik... Een schattige foto, hè? Dit is ook een schattige foto en die andere ook. Nee, dat maakt niet uit. Die schattige foto kan hier op. Als je het overzet. Maar ik denk dat het, dan moet ik het overdoen. En het is met één knop. Dan staat het er volgens mij op. Maar ik heb hier zoveel foto's en video's. Dat ik denk, ik wil even selecteren mapjes. Op een laptop, op een harde schijf. Weet je, kids, family, dingen. Dat je dat kan bewaren. En ik wil niet hier met 17.000 foto's en bestanden beginnen. Het is gewoon iets in mijn... Een error. En daarom stel ik het hele tijd uit. En ik heb niet het idee dat ik de enige ben op de wereld die dingen uitstelt. Ik denk dat vrouwen er heel goed in zijn. Mannen trouwens ook. Zoals hun vriendin ten huwelijk vragen. Weet je, dat soort dingetjes. Maar deel eventjes jullie dingen die jullie uitstellen. Want dan voel ik me minder kloten als ik het lees in de comments. Dankjewel voor het delen. Yay. Oh, dit gaat niet goed. Oh, ik moet een nieuw statief. Kijk hoe leeg dat rolletje is, Patricus. Dit is... Oh, dit is een momentje. Dit is een momentje. Het is de tweede laatste show. Ja, en dan is de tape nu op, dus eigenlijk wordt het gewoon de laatste show. Ja, moeten we voor €2 zo'n rolletje kopen? Dat gaan we niet meer doen. Dag. Sorry, pieps in Hardenberg en Amsterdam. Ja, op is op, weet je wel. Maar dit rolletje kan wel geveild worden voor €2. Nee, maar wacht. Oh. Ja, ik heb... Ja, dit is echt wel zo cute, mensen. Ik heb het originele eerste rolletje voor toen we begonnen met de tour. Ja. Nou, hier heb je de tweede. Nee, de eerste is altijd, net als met het kind, als je dan eentje baart. De eerste is altijd het belangrijkste, het speciaals. Nee, nou, zoals de eerste keer is misschien wel het meest nieuw. Dus dit voelt wel als het begin. Weet je wel, dus deze, die is voor jou. Je gaat het never bewaren natuurlijk, hè? Je hebt natuurlijk zoveel sterren al geplakt. Nu al in de prullenbak. Oh god, we ben toch ook een niet emotionele zak? Nou, maar ik ga hem pakken. Man. Dit moet je niet filmen, hè? Dan ga ik hem pakken. Ach, zit je nou met je handen? Eww, dit is typisch. We hebben hem weer. Ja, dan ga ik je nu zenden, hè? Godverdomme! Zo, lekker frisjes. Snow for Jacks. Raampje open. Woehoe! Lekker! Lekker! Of niet dan? Hoe was school, Frank? Korte dag, lekker hè? Mm-hmm. Hoe ging alles? Goed. Ja? Alleen goed klaar. Alleen goed klaar. Wat ging er heel goed? Alles je moet af. Doorvragen, heb ik geleerd. Alles af, ja. Oké, okay, love that. Ik heb niet alles doorgevraagd, want ik hoor alles hoor. Ja, maar nee, dat heb ik dus begrepen. Dat alle kinderen zeggen, hoe was je dag? Ja, goed gewoon. Terwijl, we willen meer echt? Weten. Ja, we willen meer lekker weten. Lekker kinderen. Hou het zo hoor, hou het zo. Nee, we willen gesprekken met jullie. Wat ging er goed, wat ging er niet goed? Niks, alles ging goed dus. En waar ben je het meest blij mee? Wat vond je het leukst om te doen? Welk vak vandaag? Alles.
Ik wou net zeggen alles en ik smek je ook. En was er nog iemand stout of lief in de klas? Of was er nog een speciaal moment dat je dacht, oh ja, dat heb ik echt onthouden? Nee. Wat van... Oké. Okay. Dankjewel voor de diepgang weer. Oh ja, ja. Focus, rustig aan. Oh ja. Het is echt, je moet tegelijk in één keer landen. Juist. En ik denk blote kakjes helpt ook. Het ziet er onhandig uit. En kijk dit dan. Oh wauw, Oh. Ja, je bent er. Ik help je niet. Gaat het goed? Een soort van. Alrighty. Enig, zo'n winkel. Oh, voor straks die kamers voor de jongens. Dit wilde je toch vroeger? Dit deed je vroeger zelf met lakens en zwieberstokken. Ja, tegenwoordig nemen ze het ons uit handen. Werk. Je wou nog iets zeggen? Hallo. Wat vind je van deze kamers? Kijk jongens, kijk, ik heb een matte kloppen. Oh ja, we hebben een ander oorbel in. Oh, wauw. En hier gewoon een diamant. Gewoon nice. Meteen naar hier. Ik zou eigenlijk wel gewoon mijn schoenen uit moeten doen. Gewoon om even. Echt even. Even gewoon met de blote huid zo. Touchdown. Het is natuurlijk niet dezelfde sport, maar je zou wat ik bedoel. Gewoon even. Wat leuk zeg. Ja, we zijn uitgenodigd. Kindjes kunnen leuk voetballen of je kan schieten. Tegen zo'n groot ding aan. Kijken hoe goed je kan mikken met je. Met je goede been en. Hapje, drankje. Enig wel. Maar ik vind het eigenlijk gewoon heel erg cool dat ik hier loop. Ik wil eigenlijk gewoon even, straks even zo'n juichmoment. Ik denk dat, dan ben ik er. Gewoon in slow-mo. 1, start! Nu mama, laat het maar kijken. Oeh nee! Kom maar. Start! Oh jee! Ja? Oh nee, hier ik al. Oh, nog een keer. Van hun club. Ik vind dat iets meer... Hier. Pam. Ja. Dat is mijn verkeerde been. Ik vind het jammer dat alleen de snacks daar op het terras. Ik vind gewoon dat ze met de schalen helemaal zo het veld open kunnen komen. Gewoon naar mij. Ik zie toch aan mijn gezicht dat ik gewoon trek heb? Weet je? Dat denk ik dan. Nee, ik kan er ook naartoe. Maar ik vind een hele lange afstand als je zo hier staat. Denk je, nou, zo'n veld. Mijn god zeg. Dus ik zet er een paar bomen neer, dat is gewoon een park. Oké, jongens, een leuke kijkersvraag. Die gaan we even klassikaal behandelen. Doe het op pauze, Brianna Modern Family. Dit is je vijfde keer dat je het hele seizoen kijkt. Hou alsjeblieft op. Kijkersvraag. Stel je bent ergens met je gezin en je komt een fan tegen. Diegene wil Novi knuffelen. Mag dat? Of houden jullie afstand van onbekenden? Wat ik snap hoor, ik vraag dit voor een vriendin. Nou, kijk, als iemand zegt mag ik je kind knuffelen, zeg ik gewoon rustig. Nee. Hoeft niet.
of niet? Wel lief. Nee, je mag dit zeg maar handje aaien en dat is het dan ook. Ja. Ik vind, maar ik doe ook nooit bij kinderen zomaar dit. Zo. Nee, dat ik doe altijd op het kleertje. Ik doe altijd handjes zo. Ja, of het kleertje, laat. Want ik denk dan mezelf, ja, misschien vindt ze niet fris. Nee, ik ga niet zomaar lopen knuffelen. Altijd is nee, ook voor die vriendin. Rest, deze vraag is voor jou. Van het weekend Fuck de Liefde tegengekeken. Hoe vindt Rest het dat je in films, met aanhalingstekens, intiem bent met een andere man? En hoe vind jij dat om te moeten spelen? Dus wat vind jij ervan dat je dat moet aanzien? Ik hoop dat je daar veel ervaring op doet. Zodat je dat terugbrengt in de kamer. Ze was toch niet intiem? Nee, dat was op de lipjes. En de benen ging het. Iemand tilde erop, toch? Ja. Wie was dat? Ja, dat is echt zo van Gorio, dat was een dans. Elke keer als je van die films terugkomt thuis, dat top van een vrouw. Voor een weekie. Dan is het weer. Dat leert je weer. Ja. Dus wat zeg je? Vaak de films spelen met heftige scènes. Weet je waarom ik zo thuis kom? Dat je gemist hebt. Dat is iets anders. Rare vlegel. Hoe vind ik het intiem te zijn met andere mensen? Ik zeg jullie eerlijk. Zoenen met mensen vind ik altijd een beetje van. Ik vind het een dingetje, want open mond. Je weet hoe de hygiëne is. Dat vind ik altijd een ding. Kijk, zoenen is zoiets van, oh, dat snap ik, hoor bij de scène, is iets moois. Maar ik denk altijd, ben jij net zo zorgvuldig als ik? Met de tong poetsen. Ben je niet gewoon ook een beetje aan het genieten dan van het moment, ja? Of niet? Chris Brown is nog steeds niet mijn tegenspeler geweest, dus ik ben nog steeds niet dat ik denk, oeh, nog niet gebeurd. Nee. Dus, Ik heb niet wel zoen met Joefat. Weet je. Volgens mij was het gewoon gehoord dat ik ga zoenen met Joefat. Keetje. Ligt je lekker, hè? Je bent helemaal kapot aan het gaan hier. Half aan het inzakken. Misschien moet je iets minder... Nee, oké.